Hallo. De Tranen der Acacia's van Willem Frederik Hermans verscheen in boekvorm in 1949. En de eerste zin van deze roman voelt al direct een beetje gek aan. De boerenmeid of vrouw had tenslotte niet geprotesteerd toen hij zijn kin op haar schouder liet rusten. Die haakjes zijn natuurlijk een beetje raar, want is het nou een meisje of een vrouw op wie schouder Oscar Ossegal zijn hoofd laat rusten? En die Oscar die gaat overigens ook door het leven als Eduard Rollinet, een goochelaar. En na enkele hoofdstukken kom je erachter dat die hele Oscar helemaal niet de hoofdpersoon is van dit hele boek. Dat is namelijk Arthur Moutaa, wiens naam op een moederstrauma wijst. Maar dat terzijde. Kortom, vanaf de eerste zin gebruikt Hermans de twijfel en onzekerheid van personages en multi-interpretabele mededelingen om zijn verhaal op te bouwen. De Tranen der Acacia's kun je in twee delen opsplitsen. De eerste 13 hoofdstukken spelen zich af in Amsterdam tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog. En in de laatste 8 hoofdstukken is Arthur in Brussel na de bevrijding en na een gruwelijke gebeurtenis. Toen de roman verscheen beklaagden voornamelijk de katholieke critici zich over de schuttingtaal, grof taalgebruik, en over de nadruk op het lichamelijke. Onder andere seks. Ik heb er genoeg van met Andrea naar bed te gaan. Ik wil met iemand anders naar bed. En die meid dan? Vroeg Arthur. Oh, zo'n meid telt niet mee. Als jij zo oud bent als ik, zul je dat begrijpen. Er komt nog iets anders bij. Dat andere hoeft geen liefde te zijn. Aan de andere kant werd de roman enthousiast ontvangen. Zag men in dit boek van Hermans, net als in De Avonden van Gerard Reve, een product van een nieuwe naoorlogse schrijversgeneratie waarin het pessimisme de moraal had weggedrukt. Dat alle mensen zonder uitzondering huichelaars zijn. Alle zogenaamd edele aandriften niets dan voorwendsels der lagere instincten. Alle idealen uitsluitend vruchtoorden voor de levensangst. Alle liefde slechts gebrek aan intelligentie. Alle religie een uiting van boerse domheid. Alle leven een slopend en deswegen welkom bederf van het vlees. De verhaallijn draait, zeker in het Amsterdam gedeelte, om de positie van Oscar tegen wie Arthur opkijkt. Maar samen met de lezer vraagt hij zich af of Oscar nu een verzetsheld is, een verrader of een slachtoffer van de acties van anderen. Kan ik jou vertrouwen? De onkenbaarheid van de wereld wordt vaak als etiket op de boeken van Hermans gedrukt. En dat kan ook zeker bij De Tranen der Acacia's. Arthur is bijvoorbeeld helemaal niet blij als de bevrijding op handen is. Want in de chaotische werkelijkheid van de oorlog hoeft hij geen keuzes te maken. En dat staat op het punt te verdwijnen. Hij zag er tegenop als het moeilijkste probleem waar hij ooit voor was geplaatst. Wat moest hij doen? Waar moest hij heen? Niemand die bevrijd was, zou in een halve ruïne kunnen blijven wonen. Arthur ontvlucht Amsterdam en gaat dus naar Brussel, naar zijn vader, die hem een vals paspoort geeft en wiens vrouw als een soort surrogaatmoeder voor hem fungeert. Het Freudiaanse moedertrauma is duidelijk aanwezig, zo ook de symboliek van een familieziekte. De onsterfelijke acacia's, tranen als bloed, een mondvormig litteken en verwijzingen naar Roodkapje, want er is ook een opvallende grootmoeder aanwezig die de raarste voorspellingen doet, die wonderlijk genoeg ook uitkomen. Als het manna uit de hemel gevallen is en in Amsterdam de lantaarnpalen worden geverfd, het dak van de tempel zal instorten en een duivel met een rood gloeiend zwaard afdalen. En nog zo wat meer. Oh ja, de schaar daar schijnt ze zo nu en dan ook iets over te zeggen. Een schaar met een rare naam. De schaar van Damocles? Damocles? Dat doet natuurlijk denken aan die andere oorlogsroman van Hermans, De Donkere Kamer van Damocles. En er zijn overeenkomsten tussen deze twee boeken. Maar waar Henry Ozenwoud uit De Donkere Kamer van Damocles acties onderneemt tijdens de oorlog, dan blijven de verzetsdaden in dit boek beperkt tot het smokkelen van een SS-uniform. En oké, er is een moord, maar als je een Duitser die is gedeserteerd vermoord op de dag van de bevrijding, kun je dan nog wel verzet noemen. Ja. Dames en heren, mag ik even jullie aandacht? Ik heb heel goed nieuws. Mevrouw Van Veen is ziek, dus jullie zijn het eerste uur vrij. Ja, kom je daar nu pas mee? Nee! Maar als jullie liever les hebben, wil ik dat De school is een geliefde plek voor auteurs die schrijven over de problemen van jongeren. Opgroeien, onzekerheid, verliefdheid en successen. Sowieso is het natuurlijk een plek van herkenning voor jeugdige lezers van kinderboeken en young adults. De lading van een roman wordt maatschappelijker als de hoofdpersoon via de school
in een andere sociale omgeving of klasse terechtkomt. Dat gebeurt in De Belofte van Pisa, in Wees Onzichtbaar, in Eus en in Een Verhaal uit de Stad Damsko. Allemaal boeken over jonge jongens met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. En aan dat rijtje kunnen we ook Het Gym van Karin Amatmoukrim toevoegen. Met het verschil dat de hoofdpersoon een meisje is, de 12-jarige Sandra. Ze is van Surinaamse afkomst, wonend in een achterstandswijk begin jaren 90. En deze Sandra is het toonbeeld van opwaartse sociale mobiliteit. Oftewel, ze lijkt zich los te maken van de achterstand en de armoede uit haar wijk. Want ze mag naar het gymnasium. Sandra en haar moeder waren wel een beetje zwart, maar niet helemaal. Dat verschil was heel subtiel. Je kon te zwart zijn, zoals Tania. Dan wilden witte mensen niet met je omgaan. Als je een beetje meer bruin was, zoals Sandra's familie, dan was je oké. Zolang je tenminste altijd even aardig deed en het niet te veel had over dingen die niet Nederlands waren. Sandra woont samen met haar moeder en haar kleine zusje. Op vakantie gaan ze niet, ze hebben geen auto en kleren kopen doen ze op de zwarte markt. Want haar moeder heeft een uitkering. Haar vader, aan wie ze een hekel heeft, komt af en toe thuis wonen, maar ondertussen heeft hij ergens anders nog een andere vrouw. Het verhaal begint tijdens de zomervakantie, maar de echte actie komt pas wanneer ze in de brugklas komt met allemaal hockeykakkers. Sandra keek en ze zag 5 meisjes. 4 wit, 1 bruin. 4 met glad stijlhaar in een slordig knotje. 1 met woeste krullen in een hoge paardenstaart en een getoupeerde kuif die stijf van de lak voor op haar hoofd stond. Ze hadden gelijk. Sandra was anders. De verschillen tussen Sandra en haar klasgenoten betreffen niet alleen het uiterlijk, maar uiteraard ook geld, muzieksmaak, gewoontes, eten en stemgebruik. Ze wordt verliefd op Dirk Jan, terwijl ze aan de andere kant wordt gepest door de boreale racist Bart Willink, door wie ze zich realiseert dat al die kakkers eigenlijk geen weet hebben van de rauwe werkelijkheid van haar wijk. Amatmoukrim portretteert hier een ontheemde die steeds opnieuw tussen wal en schip valt. Ook het thema gaat verder dan een Surinaamse op het gym. Het gaat over erbij willen horen zonder jezelf te verliezen. Het is omdat ik nu eenmaal onderdeel ben van dit Nederland, deze Nederlandse identiteit. En ik kom uit Suriname, daar ben ik geboren. En als ik dan over die werkelijkheid schrijf, is dat omdat dat mijn werkelijkheid is en dus ook jullie werkelijkheid is. Richting het einde van het boek komt Sandra steeds meer in problemen met haar eigen identiteit. Aan de ene kant opgedrongen door een racist als Bart en de dommige ouders van haar nieuwe vriendinnen. Maar ook haar eigen buurt begint zich steeds meer van haar los te weken. En als ze ervaart dat haar wijkervaring en de vooroordelen van mensen ook in haar voordeel kunnen werken, wijzigt ze haar strategie. Wat heb je aan een messias die er een potje van maakt? Aan een verlosser die alleen maar problemen veroorzaakt? Aan iemand die troosten omzet in destructie? Ik ben gekomen om te troosten, maar jullie enige troost is vernietiging. De hoofdpersoon in de omvangrijke roman De Joodse Messias van Arno Grunberg is Xavier Radek, kleinzoon van een SS'er, die de taak op zich heeft genomen om de Joden te troosten, waarmee hij uiteindelijk een soort messias wordt, maar tegelijkertijd ook een soort spiegelbeeld van Hitler. Dat is aanstendig! Mijn tijd verwendde hebben in diensten mijn volkes. Xavier dringt zich op bij de familie van Aromele, zo van een nep-rabbijn met wie hij seksuele en later ook een liefdesrelatie krijgt. Hij neemt Jiddische lessen, luistert naar klesmuziek en besluit met Aromele Mein Kampf te vertalen in het Jiddisch. En om een echte Jood te kunnen zijn, laat hij zich ook besnijden. Maar helemaal succesvol verloopt dat niet. Don't you worry, kid. I'll win this for you. We'll get your foreskin cut off, all right? What? Tussen 2 pijnscheuten door begreep Xavier dat hij moest kijken naar de kleine mummie tussen zijn benen. Hij moest het verband er afwikkelen. Om de pijn te kunnen bestrijden moest hij weten hoe het eruit zag tussen zijn benen. 1 ding wist Xavier nu in ieder geval zeker. Hij wist in welk lichaamsdeel van de Jood de meeste pijn zat. Deze roman bevat een hoop gekkigheid met groteske omkeringen die het verleden parodiëren. Maar het bevat ook gruwel met een moeder die regelmatig een broodmes in haar benen zet. Molestaties in een park, een meervoudige verkrachting, voeten die in het hete frituurvet worden gedoopt, een menigte die een lichaam uit elkaar trekt tot aan het afvuren van een kernwapen. Maar dit geweld vrij realistisch wordt beschreven, is het levensverhaal van Xavier vrij absurd te noemen. Na zijn besnijdenis staat hij met zijn tilbal in de krant. Wordt hij daarmee beroemd en besluit hij zijn tilbal daarom maar een naam te geven. Koning David. En vervolgens maakt hij furoren als kunstschilder met een serie schilderijen waarop zijn moeder met zijn tilbal staat. En voor wie het nog niet doorhad, dit zijn allemaal verwijzingen naar de biografie van Hitler. Die ook kunstschilder wilde worden, die ook een tilbal miste en die ook geobsedeerd was door Joden.
De Joodse Messias bevat voor mij alle elementen om er een van mijn favoriete romans van te maken, door de combinatie van absurdheid, gruwel en de thematiek. Maar toch stokt het onderweg, door losse lijntjes, veel herhaling, personages die weer heel erg veel een karikatuur blijven. En ondanks de dikte voelt het einde wat afgeraffeld. Maar wat pleit voor het boek is dat het meer is dan alleen een parodie. Het speelt met de heiligheid van de Shoah, met de dramatiek van het lijden voor een ander, met onoprecht engagement, met de toe-eigening van een gruwelijk verleden en uiteindelijk met het gevaar van een blind geloof in slachtofferschap. Zijn opa had de vijanden van het geluk eerst bewaakt en vervolgens gedood. Eigenhandig, zonder veel technische hulpmiddelen, soms met niets anders dan een knuppel. Opa voerde zijn taken gewetensvol uit en hij toonde, wat je van veel werknemers niet kunt zeggen, initiatief. Voor de duidelijkheid, dit gaat over een kampbewaarder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Xavier hekelt de ironie van de geschiedenis, waarbij helderdom overbodig zou zijn. En zo is zijn lotsbestemming misschien wel de ultieme vorm van ironie die uit Grunbergs pen is voortgevloeid. Met een besnijdenis als een pijnlijk offer waar niemand om heeft gevraagd.